De methode van Loki, een visualiserende techniek die gebruikt wordt om dingen te onthouden. Het is een hele oude techniek, ooit uitgevonden door de oude Grieken. En vandaag de dag wordt die techniek nog steeds gebruikt. Ja, dat wil wel zeggen hoe succesvol die techniek eigenlijk wel niet is. Nou, wat is het nou precies? Ze noemen het ook wel de reismethode, omdat je een bepaalde reis gaat afleggen. En het woord Loki, dat is afgeleid van het Latijnse woord locus. En dat betekent weer plaats. Nou, het is de bedoeling dat je een route neemt die je heel vaak loopt of gelopen hebt. In mijn geval ga ik de ochtendroutine ga ik doen. Dus je wordt wakker, dan ga je naar de douche, dan naar de keuken. Dat is iets wat ik elke dag doe. Dus dat is iets wat ik heel goed voor me zie. Dat kan ik, als ik mijn ogen dicht doe, kan ik die route gewoon nalopen. Nou, dat is belangrijk. Je kan ook een route buiten nemen, bijvoorbeeld een route die je naar school loopt of iets dergelijks. En dan in dit geval zijn de belangrijke punten de slaapkamer, de keuken, dat soort dingen. Maar als je buiten loopt, kan je bijvoorbeeld de rotonde nemen, de kerk, een bepaalde boom en dat soort dingen. Nou, om de techniek uit te leggen, ga ik eventjes gebruik maken van een boodschappenlijstje. Omdat het heel simpel is om het zo eventjes te laten zien. Nou, ik heb een aantal dingen die ik mee wil nemen. En nou, dat lijstje heb ik hier staan, dat hoef ik niet op te schrijven per se. We gaan gewoon beginnen. Ik word wakker in mijn slaapkamer. Op mijn boodschappenlijstje staat brood. Dus ik stel me voor dat ik wakker word in een bed van brood. Dus er ligt allemaal brood, al die kruimels om me heen en het kriebelt vreselijk. En eigenlijk wil ik er zo snel mogelijk uit. Nou, van mijn bed ga ik 's ochtends lekker douchen. Dus ik loop naar de douche. En ik draai de kraan open. En wat nou? Er komt appelsap uit de douche. Nou, dat is lekker. Nou, vervolgens ga ik naar de keuken, want ik heb 's ochtends ook wel honger. En ik wil eventjes een broodje gaan smeren. Dus ik doe de la open om een mes te pakken. Liggen er allemaal tandenborstels in? Oké, nou goed. Het zal wel. Vervolgens ga ik naar de bank om eventjes lekker te eten. En laten we zeggen dat hier een bank staat. En ik wil gaan zitten. Zit er een tros bananen hier al tv te kijken? Nou, ben ik nou gek geworden? Of? Nou goed, het zal wel. Dus ik heb me aangekleed en dergelijke. En ik wil naar buiten gaan. Dus ik wil de deur uitlopen. Laten we zeggen dat dit de deur is. En die deur is geen deur, maar het is een soort van deur. Maar hij is gemaakt van komkommer. Van die lange groene stengels. Dat is raar. Nou goed, het zal wel, dus ik ga de deur uit. Nou, dus dan ben je vervolgens in de supermarkt. En wat ga je daar dan doen? Dan doe je in principe je ogen dicht. En dan ga je diezelfde route, die ga je weer nalopen. Dus dan zie je in je hoofd weer dat je wakker wordt in een bed van brood. En op dat moment weet je, oh ja, ik moet brood hebben. In de douche, er kwam appelsap uit de kraan. Dat is raar. Oh ja, maar ik moet appelsap hebben. Nou, dat is een beetje het idee. En hoe gekker de combinatie, hoe beter het is. Als jij zegt van ik liep naar de keuken om wat te drinken te pakken, dan is de kans niet heel groot dat je het onthoudt, omdat het heel normaal is. Dus eigenlijk moet je de combinaties heel apart maken. Nou, je kan het, we hebben net gebruikt voor een boodschappenlijst, daar kan je het voor gebruiken. Boodschappenlijstje. Waar het ook erg handig voor is, is als je bijvoorbeeld een presentatie moet houden. Dan heb je nog wel eens dat je eventjes ergens een... presenteren. Dat je eventjes ergens een speakbriefje neerlegt voor de belangrijke punten. Maar dat wordt toch altijd gezien op een of andere manier. En dan krijg je weer een punt aftrek of iets dergelijks. Dus je kan deze techniek ook gebruiken om te presenteren. Dat je die belangrijke punten dan in je slaapkamer neerlegt, in de keuken, op de bank, etc. Waar het ook handig voor is, en dat is denk ik niet waar heel veel mensen het voor gebruiken, dat is begrippen onthouden. Begrippen, belangrijke gebeurtenissen. Nou, laten we even een voorbeeld nemen als je iets voor geschiedenis moet leren. Dan heb je vaak dat je bepaalde belangrijke gebeurtenissen moet leren en daarvan de datum of iets dergelijks. Nou, laten we zeggen je loopt in je huis en je wil de trap oplopen. En je ziet daar Willem van Oranje zie je dood in zijn rug neergeschoten op de trap leggen. Met de datum geschreven op de muur. Als je een aquarium hebt, dan is daar toevallig een belangrijke zeeslag aan de gang. Zijn ze aan het schieten op elkaar met de datum ergens erbij. Dat soort dingen. Je moet gewoon lekker je fantasie gebruiken en
Ja, het werkt echt. Dus ik kan deze techniekje aanraden.